Goedemorgen YouTube! Ik ga je vandaag laten zien hoe je eenvoudig met frontpage een website maakt. Als eerste ga je naar je bureaublad. Daar maak je een nieuwe map aan. Ik kan zelf de naam van de website De website gaat heten. Een map. Hier maak je de mapjes: de map, afbeeldingen. En dan wat pagina's. Of de map pagina's. Als het maar pagina is. Dit is je sitemap. Daar komt later alles in te staan. Daarna open je foto's. Dat heb ik hier al gedaan. Daarna druk je hier. En zeg je nieuwe website. Dan opent hij een venstertje waarin je je website kan. Selecteren. Vergeet niet deze aan te passen aan jouw website uh, map. Dus die open je. Dan vraagt hij waar je hem hebt. Nou, ik heb hem op mijn bureaublad staan. En dan. De map Glen. Hier. Die klik ik één keer aan en ik zeg openen. Nou, dan heeft hij die en dan zeg je One Page Website. Oké. Okay. Hij gaat nu de website aanmaken. En dan zal je zien dat je al één pagina hebt. Dat is index. Dat is eigenlijk je homepage. Deze pagina kan je helemaal bewerken op eigen manier. Het makkelijkste van een site maken is om allemaal alles in de laag te zetten. Afbeeldingen en andere dingen. Zodat je het later heel eenvoudig kan verslepen. Zoals dus ik hier welkom. Oh. op mijn website zet en uh, die tekst kan je dan nog aanpassen. Oh. <coughs> dus ik zou dit doen en dan zou ik hem gedrukt en wat groter. Dan maak ik het vakje groter, dit kleine en dan kan ik dit zo verslepen naar de juiste plaats waar ik hem wil hebben. Welkom op mijn site. Als ik dat wil bekijken, kan ik hem eerst opslaan. Dan is je pagina altijd opgeslagen en kan je hier drukken om te laten zien in een internetbrowser. Zodat je ook van tevoren gaat uitzien. De preview kan gedaan worden in fullpage. Maar ik, ik, dit, het, het makkelijkste is om hem uh, gewoon in je webbrowser te doen. Want daar zie je altijd het resultaat: het goede resultaat. Nou, dit is het resultaat nu. Welkom op mijn website. En uh, daarin kan ik natuurlijk allerlei plaatjes slepen. Als ik naar nou mijn amendement ga zoeken. En ik zou naar, uh, naar afbeeldingen gaan. En nou, ik uh, hou helemaal sco. Nou, vrees ik. En vak. Mijn tip is: sla al je afbeeldingen op in je map. Dus kopieer ze nog een keer. En zet ze nog in je map afbeeldingen. Als je dat namelijk niet doet, heb je kans dat, uh, ja, dat je ze later kwijt bent. Dat moet ook goed. Je maakt gewoon even een kopietje En dat zet je hier in de map. Zo. Anders zou je altijd uh, het risico hebben dat hij weg is. Zo, dan moeten we deze even eruit halen. Kijk, nou, dan gaan we hem even bekijken, dus dan slaan we hem weer op en dan gaan we hem nog een keer bekijken. En uh, als het goed is, want het is een animatie, zal die ook gaan bewegen als we hem op een webpagina zetten? Ja, kijk. Dus ja, animaties, filmpjes, je kan ook filmpjes van YouTube heel makkelijk erop krijgen. Uh, ja, eigenlijk van alles kan je op je website zetten. Hoe gek je het kan uh, bedenken. Zo uh, kun je bijvoorbeeld uh, als je naar de Edit disk site gaat, uh, kun, je, kun je een edit erop zetten. Dat is, laten we zien met een eenvoudige HTML-code. Uh, HTML is iets moeilijker in frontpage, maar uh, ja, is makkelijk uh, te krijgen, want als we namelijk naar frontpage gaan. En druk op code. Dat de afbeelding en zo ook allemaal uit uh, HTML codes uh, staan. Nou, dan gaan we even kijken. Dan gaan we even naar de Edit this site. En uh, met een edit this balk kun je uh, mensen je site uh, via Google laten zien. En via andere sites. Dat is uh, leuk voor site. Kijk, dat komt er dan uh, kijk, zoveel sites hebben dat al. En dat ziet er dan zo uit. Dat als mensen erop gaan, dan komt dit. En dan kan je dus printen de pagina. Of mijn favoriet. Of... Nou, dat is wel leuk. Nou, je kiest dus www.website. En dan uh, kun je een button kiezen. Nou, ik vind uh, deze leuk. En dan zeg ik, get your button. Nou, dan is het heel leuk om iets te maken. Want, je kopieert deze code. Ctrl-V. Je gaat terug naar de frontpage. Je doet eerst een nieuwe laag. Die versleep je. En uh, dan uh, ga je naar. Uh, even kijken. Want dan ga je naar uh, split. En dan krijg je hier deze. En dan moet je hem altijd tussen de dubbele punt en zitten. Dus daar doe je Ctrl V. Nou, dan samen. we het kan hier. op. Maar uiteindelijk zal... Het uit. Dat is geen probleem. We zien dat je heel raar zegt. Nou, dat ziet er dan uh, ongeveer zo uit. Dat uh, is gewoon even groot zitten. Zo. En dan zet je hem hier aan de pagina. Slaan we hem op. En dan gaan we kijken. En dan kun je eigenlijk gewoon de oude pagina pakken. En zeggen, vernieuwen. En dan vraagt hij altijd dit. En dan zeg je... Geblokkeerde inhoud toestaan. Want anders krijg je hem niet te zien. En daar is die. Kijk, zie je? Het is heel simpel om te krijgen. En uh, ja. Nu is het dit. Allemaal flash elementie. En um, ik ben ook heel ver met mijn site gekomen. Ik hoop dat je met dit erg ver kan komen. Uh, je kunt kleuren veranderen, andere dingen doen. Ehm. Um, je kunt zelfs de zitten dingen in frontpage zelf. De volgende is door Facebook gemaakt. ook al inbrengen. Uh, ja, van alles. Een lichtkrant uh, is dit. Een interactive button. Uh, ja, advanced controls heb je ook nog. Heel veel zit er in frontpage. In ieder geval, dit is iets van HTML. Uh, ja, HTML-code zal ik ook nog uitleggen in een andere. Ja, andere, in een ander filmpje ga ik daar uitgebreid over praten. Maar dit is in ieder geval hoe je via Frontpage een simpele site kunt maken. Dankjewel, YouTube.